Dus je wil meer ontspanning, je wil meer energie, je wil beter slapen, je wil je sportprestatie verbeteren. Dus met je volle aandacht verander je die ademhaling, je gaat in de ademhaling voor een gewenst effect. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Koen van Sportrusten. We hebben eerder een podcast opgenomen over koolhydraatarm eten met duursport en hardlopen. Vooral even luisteren als je die nog niet geluisterd hebt. Vandaag gaan we het hebben over gezonde gewoontes om je leven zo gezond mogelijk te leven en ook je sportprestaties te verbeteren. Want jij dompelt je daar iedere dag in onder. Ja. Toch? Ik ben hier nu in jullie ruimte. Hiernaast is een plek om ook te kunnen mediteren. Ja. Dat is wat je dagelijks doet. Hoe ben je daar zo mee begonnen? Ja, dat was in 2005. Ja. Al best lang geleden. Ik zat toen in een periode in mijn leven dat ik niet heel erg gezond was. Ik had geprobeerd profielrenner te worden. Had een jaar in Spanje gezeten. Dat was niet gelukt. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. In Amsterdam gaan wonen. Helemaal niet meer gefietst. Fiets niet meer aangeraakt. En ben ik al die dingen gaan doen die ik als wielrenner niet mocht. Mm. Dus ik ging iedere avond naar het café. Ik dronk veel te veel. Ik at iedere avond kipsaté. En het was niet heel gezond. En op een gegeven moment, na een half jaar, een jaar, daar was ik 6-7 kilo aangekomen. Had ik vaak last van hartkloppingen. En ik voelde me somber. En ik dacht, ja, dit kan toch ook niet de bedoeling zijn van dit leven. En toen las ik in de krant een artikel over mediteren. En ik weet niet meer precies wie de auteur was of over wie het ging, maar over mediteren werd daar geschreven op een manier dat me aansprak. Dat ik dacht, ja, er werd geschreven over een manier van kennis, dankbaarheid, rust vinden in je hoofd. En iets wat me aansprak. Dus ik kwam thuis en ik had me toen gegoogeld op mediteren, meditatiecursus. En ik had me een tikje impulsief aangemeld toen voor een meditatiecursus. En eigenlijk pas nadat ik me had aangemeld, keek ik, wat is het eigenlijk precies? Ja. Voor cursus. En dat was 10 dagen. Maar 10 dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten. En wow. Het was het enige wat er mocht was 11 uur per dag mediteren. Oh. En de rest van die uren in stilte een beetje wandelen door de tuin. Maar dat is ook niet even een soort van makkelijk cursusje waar we hiermee begonnen. Dit is wel heel heftig. Nee, dus ik had nog nooit 1 uur gemediteerd. En dat was mijn kennismaking met mediteren. En ik werd in het begin helemaal gek. Ja. Van, ik dacht, ik kan dit niet. Ik heb me aangemeld voor de verkeerde cursus. Wat was dit voor een bezopen idee? Ja. Dat is echt geen goed plan. Maar ik ben toch blijven zitten. En ik ben toch blijven doen. En na 10 dagen kwam ik uit die cursus. En toen nam ik mezelf voor om nooit meer te mediteren. Toen dacht ik, oké, dit heb ik gedaan. Ja. Dit was loodzwaar. Dit was leerzaam, maar dit doe ik echt nooit meer. Maar een half jaar na die cursus, toen dacht ik ineens, verrek, mijn hele leven is anders. Ik wilde eigenlijk voor mezelf beginnen, dat durfde ik nooit, dat deed ik nooit. Ineens heb ik een eigen praktijk, ik heb een eigen website, ik heb een column, ik heb een ruimte. En een heleboel grote dingen in mijn leven waren veranderd. In positieve zin. En dacht ik, hoe komt dat eigenlijk? Toen kwam ik toch uit bij dat mediteren. Ja. Dacht ik toch, wat ik daar heb geleerd om te doen met mijn gedachtes, dat is zo krachtig geweest, dat is zo betekenisvol geweest. Mm. Daardoor is mijn hele leven veranderd. En dat klinkt nu misschien een beetje vaag, maar om daar een concreet voorbeeld aan te geven is dat ik wilde bijvoorbeeld voor mezelf beginnen. Mm. Maar het moment dat die gedachte oplopt van oké, ik wil voor mezelf beginnen, van de volgende dag, maar ik ben geen ondernemer. Hmm. Dacht ik, maar als ik geen klanten heb, dan heb ik geen inkomsten. En als ik geen inkomsten heb, kan ik de huur niet betalen. En ik heb dan wel apparatuur nodig. Ik heb mijn ruimte nodig. Ik heb startkapitaal nodig. En ik heb helemaal geen geld om nu te beginnen. Dus dat kan niet. En dat ik dacht, mijn huidige baas, het is hartstikke druk op dit werk nu. Ik kan moeilijk nu weggaan, want dit is helemaal geen goed moment voor die baas. Ja. En dus het eerste idee was, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. Daarna, allemaal andere ideeën
vooral om aan te geven, dat is geen goed idee. Ja. Doe het me niet. En nou ja, daar luister ik naar, dus deed ik niks. Mm. En dan bleef het daarbij. Ja. Terwijl met dat mediteren, is eigenlijk een van de weinige dingen die je doet, is het moment dat er een gedachte opplopt, is niet om dat te negeren, niet om dat weg te duwen, niet om dat heel belangrijk te maken, niet om dat heel groot te maken, maar is gewoon om objectief te observeren van, oh, het is maar een gedachte. Ja. Ik hoef er niks mee. Het is maar een gedachte. Mm. Dus ik ga terug naar mijn ademhaling. En nou, er is weer een gedachte. Oh ja, maar het is maar een gedachte. En je hoeft je er niet mee te identificeren. Je hoeft er niks mee te doen. Objectief observeren en gelijkmoedig blijven is de enige opdracht. Mm. Ja, en dat deed ik toen ook met deze gedachte. Dus het moment dat er een gedachte opplopte van dat ik dacht, ja, maar je bent geen ondernemer. Dus je weet helemaal niet hoe dat moet. Was het niet van, dat is onwaar. Ja. Of dat is waar, maar dacht ik van ja, dat zou kunnen. Ik ben geen ondernemer, dat klopt. Maar oké, ik heb wel vrienden, die hebben wel een onderneming en die zijn ook begonnen. Dus in plaats van het daarbij te laten en er niks mee te doen, dacht ik ja, die gedachte aan zich, oké, even onderzoeken. Ja. En met die vrienden afgesproken, joh, jullie hebben een eigen onderneming, hoe doe je dat eigenlijk? Of nou ja, waar moet je op letten? Of wat moet je dan wel doen of niet doen? En op die manier merkte ik dat doordat ik me niet meer liet leiden door die gedachten en die gedachten meteen voor groot en waar aannam, maar gewoon van afstandje ging kijken, ja, kijk, het is een gedachte. Yeah. Ik kan het wel serieus nemen of niet serieus nemen, maar ik was ineens tot een bepaalde afstand op je gedachten. Even objectiever dat je er dan naar kijkt. Waardoor ik een keuze had om er wel of niet iets mee te doen. Nou ja, en die houding ten opzichte van die gedachten maakt dat dat hele leven ineens een andere wending neemt. Ja. Omdat je heel anders gaat gedragen. Ja. Ja, dus eigenlijk was je er in dat half jaar niet eens bewust iedere dag mee bezig. Omdat je dus eigenlijk had gezegd, joh, dat is mooi geweest, dat gaan we niet meer doen. Ja. Maar dat je er zo onbewust mee bezig bent en daar dus heel veel uit hebt gehaald. Wat je dus eigenlijk onbewust wel gewoon aan toepassen bent. Ja. Hoe ben je toen weer het bewuster ook gaan toepassen? Want dat doe je nu. Nou ja, dus op een gegeven moment zei mijn toenmalige vriendin, die zei toen na een maand of 7, 8, heel Koen, ik weet niet precies wat jij deed daar in dat klooster van je, maar wordt het niet weer eens tijd om te gaan? Oh, ja. Want die merkte ook wel, hé, dat was toen echt wel een positieve verandering vlak daarna. En ja, dus toen ben ik gewoon voor een tweede keer gegaan. En toen ging ik er ook heel anders in, dus toen, in plaats van natuurlijk met al die twijfel en al die weerstand en al die ergernis. En van die eerste keer, ja, ik zit hier niet goed. En wat doe ik hier, waar ik me vraag nog. Was ik nu, sneller aan het werk. Dat ik dacht, ja, ik weet, dit doet pijn, dit is saai, dit is lang. Maar als ik gewoon aan het werk ga en ik ga zo goed mogelijk mijn best doen. Mm-hmm. Om die meditatietechniek te volgen. Ja, daar heb ik wel een hoop profijt van. Dus ga maar gewoon aan het werk. Dus en toen heb ik die tweede keer, heb ik het nog een keer gedaan. En toen heb ik daarna geprobeerd om die meditatie vast te houden. Mm-hmm. Nou ja, daar is toen echt wel nog een aantal jaar en periodes overheen gegaan. Met wat periodes dat het wat meer, wat minder, wat meer, wat minder. Maar inmiddels is dat zo ingesleept. Zo vast onderdeel van mijn dag, van mijn week. Wat doe je dagelijks? Je mediteert dagelijks? 6 keer in de week zeker. Mm. Wat helpt jou? Want je zegt ook wel van, oké, ik heb wisselende periodes 1 keer meer dan de andere keer. Wat helpt jou om er nu echt zo je gewoonte van gemaakt te hebben? Nou, met stip op één is om het te doen met anderen. Hmm, ja. Dus in plaats van in je pieren uppie thuis. Oké, ik neem me voor om dan 's ochtends vroeg te doen voordat de dag begint. Als de wekker gaat en je doet het alleen en je kijkt, je bent wel laat naar bed gegaan of je hebt eigenlijk geen zin. Zo verleidelijk om die wekker dan toch nog een uurtje later te zetten en te denken, ik draai me nog een keer om. Terwijl, nu met waar we hier zitten, als je luistert dan zie je het natuurlijk niet, maar we zitten hier op het clubhuis en we hebben hier een fijne ruimte en daarnaast een lege ruimte met een gong en meditatiekussen en dingen. En 4 keer in de week spreken we 's ochtends om 6:30 af om hier een uur te mediteren. Ja, dus op het moment dat die wekker dan gaat, en je weet, daar zitten 4 types op mij te wachten. Ja, dan ga je gewoon. Een soort van commitment. Dan. Ja, en eenmaal onderweg en eenmaal gaan, dan ga je wel. En om dan met z'n 5 een uur te zitten, en dat blijf ik ongrijpbaar vinden, maar iedereen zegt hetzelfde. Hmm. Dat een uur met je ogen dicht stil zijn. Ja. Je zou denken, of je dat in je pieren uppie doet, met z'n 5, dat maakt geen verschil.
Maar het is 1000 keer makkelijker ja. om het met z'n vijf te doen. Een uur voelt veel korter. Mm. De stilte voelt stiller. Het is echt anders ja. of je dat met z'n vijven doet of alleen. Dus ja, dat is zeker ja, met dat afstand. Om, ja. Hetgeen het makkelijk maakt om het gewoon te doen, iedere dag te doen. Ja. En dat je een groepje gelijkgestemde hebt. Maar de mensen die luisteren en denken, ja, dat groepje gelijkgestemd, ik zou ze graag hebben, maar ik heb ze niet. Hoe kan je alsnog dit ja, een soort van doable maken? Of hoe kun je het kleiner maken om ervoor te zorgen dat het lukt? Nou ja, ik denk wat enorm werkt, is sowieso om er een vaste plek van te maken. Mm. Dus dat als je ergens een hoekje hebt in huis om gewoon, nou ja, meditatiekussen, meditatieplankje. Ja. Of als je last hebt van je rug, nou, heb je het een gewone stoel. Mm-hmm. neer te zetten. Maar dat je wel echt een hoekje hebt in huis. Of je weet, oké, als ik daar ga zitten, dan ga ik mediteren. En ik zit een uur. Maar je kunt natuurlijk prima beginnen met 20 minuten. Ja, want als je tegen mij zegt een uur, dan denk ik echt, oh mijn god, lang. Met hoeveel ben je, nou ja, oké, je bent meteen heel cold turkey, dus met die 10 dagen begonnen. Maar daarna, om er een beetje rustig in te komen, zou je zeggen in ieder geval wel 20 minuten? Ik vind dat al best wel lang namelijk. Maar... Ja, nee, 20 minuten is lang, maar het is wel, het fijne is wel als het lang duurt. In de zin van, als het zo kort is, kijk, als je zegt ik ga 5 minuten zitten. Ja. Dan is de kans reëel dat op een gegeven moment ergens vrij in het begin er gedachten opplopt. Dat je vervolgens met die gedachten met je aan de haal gaan en dat je gaat denken. En dat dan die 5 minuten voorbij zijn. Ja, en dat nee, het klaar is. Terwijl het moment dat jij denkt, ik kan niet mediteren, dit is niks voor mij. Mm. Ja, dat zijn de krachtigste momenten. Dat je aan het mediteren bent. En dat je precies datgene aan het doen bent wat je wil. Namelijk, je bent je dan bewust van het feit dat je de hele tijd gedachten hebt. Mm. Maar je hebt er ook een bepaalde afstand toe. Want van een afstandje kijk je naar, hé, die gedachtenstroom houdt nooit op. Mm-hmm. Dus ik kan dit niet. Nou ja, en dat zijn hele krachtige momenten. Want op die momenten ga je anders tot je eigen gedachten verhouden. Ja. En dat is echt fijn. Ja, dus daar is ook wel lang genoeg voor nodig. En daar heb je tijd voor nodig. Ja, nee, dat kan en me wel voorstellen. Het is goed om dat een paar keer te hebben. Ja. Dus om gewoon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 keer te hebben in die periode. Ja, ja ik was weer afgedwaald. Er waren weer allemaal gedachten. Oké, dat was van nu niet wat ik nu deed. Hmm. Terug naar die ademhaling. Ja. Ja, en dat is heel prachtig als dat een aantal keer gebeurt. En dat, ja, 20 minuten is daar ruimschoots lang genoeg voor. Hmm. Om dat een aantal keer te hebben. Ja, dus enerzijds je mag korter beginnen, maar je wilt het dus ook niet zo kort doen, want dan kom je dus eigenlijk, dan kom je ook niet bij juist het voordeel of juist in de flow van het mediteren. Ja. En je noemt al ademhaling, dat is dan ook meteen een tweede belangrijke gewoonte. Hoe zet je dat in? Is dat iets wat je combineert of doe je dat los van elkaar? Nee, dus het is wat voor mij een groot verschil is tussen mediteren en ademhalingsoefeningen doen, is dat met mediteren heb je geen gewenst effect. Dus mediteren is gewoon objectief observeren wat er is. Ja. En je stuurt niks, je verandert niks, je past niks aan. Dus je hebt geen gewenst effect, want je observeert gewoon wat er is. Hmm. Dat is mediteren voor mij. Een ademhalingsoefening is anders, want dan grijp je in de ademhaling voor een gewenst effect. Ja. Dus je wil meer ontspanning, je wil meer energie, je wil beter slapen, je wil je sportprestatie verbeteren. Dus met je volle aandacht verander je die ademhaling. Je grijpt in de ademhaling voor een gewenst effect. Mm-hmm. En dat is voor mij het verschil tussen mediteren en ademhalingsoefeningen doen. En er zijn 2 ademhalingsoefeningen waar ik groot fan van ben. 1 is bewust verlengen van de uitademing. Mm-hmm. Of kort voor het slapen gaan als ik echt ontspanning wil. Yeah. Als ik wil inslapen. Of voor of na het sporten om vanuit ontspanning te sporten. Mm-hmm. En een hele heftige ademhalingsoefening. Die heb ik geleerd van Wim Hof. Ja. Waarbij je bewust ingrijpt en bewust diep in- en uitademt. Ja. Gedurende 30, 40 ademhalingen. En dan daarna je ademhaling zo lang mogelijk vasthoudt. Mm-hmm. En inzet. En dat is een hele mooie oefening. Voor rust in je hoofd. Ja. Voor stilte en voor een bijzondere ervaring. Fysiek. Fysieke sensatie dus. Wat je doet is je creëert eigenlijk extreme chaos
Door eerst heftiger snel, en dieper te gaan ademen. Ja. En in die chaos blaas je ook veel koolzuurgas af. Mm-hmm. Door sneller en dieper te ademen. En dan, omdat je veel koolzuurgas hebt uitgeademd, kun je daarna je adem heel lang vasthouden. En op het moment dat je die adem dan heel lang vasthoudt, dan heb je bijzondere sensaties. Ja, je kan ook een beetje tintelingen in je vingers krijgen, toch? Is dat met deze tintelingen in je vingers, droge mond, ook tintelingen in je hoofd, wat duizelig worden. Je kan ook je hartslag heftiger voelen kloppen. Dus het kan bij deel 1 van de oefening, kan het onprettig en heftig aanvoelen. Ja. En de opdracht is dan, als het onprettig aanvoelt, zet het tandje bij. Iets dieper, iets sneller, want dat hoort erbij. Helemaal goed, prima. Want, denk je dat je moet stoppen? Nee, harder gaan. Als je denkt, dit is zo oncomfortabel, ik wil nu stoppen. Ietsje harder gaan en dieper gaan. Want het effect van de oefening, de beloning van de oefening, de rust van de oefening, is bij deel 2. Is bij de pauze van die oefening. En dat voelt echt prettig en comfortabel. Ja. En hoe vaak doe je dit dan, deze tweede? Dus die tweede doe ik gemiddeld 2 keer per week. Ja. En doe je dat dan wel zelf? Of is dat ook naar jouw idee fijner om te doen met anderen? Alles is fijner om te doen met anderen. Dus op het moment dat het je lukt om met gelijkgestemden, met een groepje dit te doen, is dat zonde meer. Ja. Ook daarin ga je dieper als je het met een stelletje doet. Ook daarin is het makkelijker om echt even door te gaan als je eigenlijk geen puff meer hebt. Maar ik doe dit zeker ook alleen. Ja. Beetje afhankelijk van hoe het uitkomt. Maar ik heb de mazzel dat we hier omringd zijn met gelijkgestemde of maloten die de hele dag bezig zijn met ademhaling, met ijsbaden, met hardlopen. En als je halverwege de dag roept, kom zo even gaan mediteren of gaan rennen of die ademhalingsoefeningen blazen. Ja, iedereen zegt, goed idee. Ja. Dat gaan we nu doen. Ja. Maar ook als je dat natuurlijk niet bij de hand hebt, is dat wel echt de moeite waard. Dus als je deze oefening, als je nieuwsgierig naar bent, kun je op YouTube even googlen op Wim Hof ademhalingsoefening. Mm-hmm. Hij heeft dat video's ingesproken, dat je even kunt kijken hoe dat precies werkt. Maar is zeer, zeer, zeer de moeite waard. En een van de dingen die je ermee doet, wat denk ik voor veel mensen prettig is en het effect is, is we zijn allemaal zulke denkers geworden. We zitten maar te zitten en we zitten maar te denken. En het is gewoon fijn om vanuit dat lijf dingen te voelen, vanuit dat lijf dingen te ervaren, dat denken even aan de kant wordt geschoven en dat die fysieke sensaties de ruimte krijgen om iets te laten zien, iets te voelen, iets te ervaren. En die ademhalingsoefening van Wim Hof is daarin een hele mooie. Dat je gewoon fysiek echt iets intens doet, iets heftigs doet. En dat je daarna vanuit een bepaalde ontspanning iets ervaart. En dat schuurt dan toch aan tegen dat je een bepaalde liefde of dankbaarheid ervaart of voelt. Vanuit dat lijf zelf zit zoveel moois, zit zoveel kracht. Ja, maar wat je zegt, we zijn inderdaad heel erg, we zijn zo in ons hoofd en heel weinig in ons lijf. En daar kunnen dit soort dingen natuurlijk bij helpen. Als iemand naar luistert en denkt van, ik wil met één dingetje beginnen. Zal ik eerst gaan mediteren of zal ik eerst met mijn ademhalingsoefening aan de slag gaan? Wat zou je zeggen? Wat is denk je makkelijker voor iemand om mee te starten? Ik heb zelf het idee ademhalingsoefeningen, maar misschien ligt dat aan mij. Ja, ik denk ademhalingsoefening is makkelijker. Maar ik zou toch zeggen mediteren. Jawel. Ik loop graag hard. Ik doe een periodiek vast. Ik zit in ijsbaden. Ik doe die ademhalingsoefeningen. Ik doe van alles. Maar heb je wel eens gesprek over? Als je nou één ding moet kiezen en je mag al die andere dingen niet meer doen, dan is het voor mij heel makkelijk. Mediteren? Met stip op één stap mediteren. Okay. Zolang ik dat blijf doen, weet ik dat de rest gewoon ook goed gaat en prettig gaat. En de dag beginnen met mediteren, daar weegt voor mijn gevoel niets tegen. Want op het moment dat je de dag begint met, als je kinderen hebt, met ontbijt maken voor de kinderen, kinderen naar school, of op het moment dat je een bedrijf hebt en je hebt een afspraak, je gaat naar een afspraak of wat het dan ook is. Het moment dat jij je dag begint met gewoon aanstaan en met anderhalf been in de waan van de dag stapt en het is begonnen, dan is je dag zoveel grilliger, onrustiger. Dan als je de dag begint met, voor jezelf, 20 minuten in dit geval, te zitten en te mediteren. Op het moment dat je dat doet, heb je de hele dag door het gevoel
Dat je vanuit een bepaalde rust handelt. Ja. Dat je voor de troepen uitloopt. Dat je een bepaalde, nou ja, controle hebt over je dag, over je agenda, over je gedachten en over je dingen. En ja, dat is gewoon onbetaalbaar. En als je dat op één dag hebt, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als je dat een half jaar hebt, dan is er echt, gebeurt er echt veel. Ja, en wat gebeurt er dan niet als je dat op een gegeven moment 5 jaar hebt? Is dat ongekend wat je allemaal in gang schiet. En dat is toch op het moment dat het lukt om daar de dag mee te beginnen. Ja, dat is denk ik tip dus het meest. Ja. Is het dan ook zo dat je zou zeggen, joh, doe het 's ochtends in plaats van 's avonds? Ja, zeker. Ja. Oké, top. Wat is de derde gewoonte? Je noemde hem al eventjes, ijsbaden. Ja, ja, dus die ijsbaden, koude training, dat is voor een deel hetzelfde effect als wat ik net beschreef met die ademhalingsoefeningen. Dat je wordt zo teruggeworpen op je eigen lijf. Ja. En die sensaties die daar loskomen, dat is spectaculair en bijzonder. We hebben hier een ijsbad staan, permanent. En ijs klinkt als ijs en ijsklontjes, maar het is het water koelt altijd tussen de 3 en de 5 graden. Dus dat bad is altijd koud genoeg. Dus voor het effect is het koud genoeg. En wat er gebeurt is spectaculair. Want vanuit de onderzoeken naar wat er gebeurt met kou, je hebt een hele riedel met, je maakt bruin vet aan, het is goed voor je immuunsysteem, het is goed voor je bloedvaten, het is goed voor heel veel. Maar voor al die dingen doe ik het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, daar heb ik niet op die dag zelf merk ik dat niet. Nee, ik bedoel, ja, of ik wel of geen bruin vet aanmaak, ja, weet ik veel. Ja. Ik zie niet de hele tijd met een microscoop in mijn nek onder me uit te kijken, heb ik al wat meer of minder bruin vet. Ik bedoel, daar heb je op je dag zelf niks aan. Maar wat het doet met de dag, is op het moment dat we iets hebben waar we over piekeren, op het moment dat ik iets heb van oké, ik ben op dit moment bezig met een 100 dagen programma periodiek vasten. We zijn bezig met een 100 dagen programma voor de marathon in het Engels te maken. Ja. Ik ben bezig met een nieuw boek. Nou, we zijn bezig met een nieuw magazine, met een tijdschrift altijd. En nou ja, de afspraken tussendoor lopen er. Er is gewoon altijd een hoop te doen. En op het moment dat dat veel op intellectueel niveau is, met schrijven, met plannen smeden, met zitten, is op een gegeven moment dat je hoofd gewoon aangaat en dat een beetje heen en weer schiet. En ik zeg niet dat het negatieve stress is, maar het nestelt zich ook wel in je lijf als een soort gejaagdheid en overzicht en dingen die er moeten gebeuren. Mm-hmm. Op het moment dat ik in dat ijsbad stap, is Ctrl-Alt-Delete. Ja. Op al die plannen, op al dat intellectuele denken, op al die plannen, op al die verwachtingen. Want no way dat ik in dat ijsbad kan zitten en denken, oh, ik moet niet vergeten dat mailtje om morgen nog dat mailtje te zien. Ja. Dus de fysieke stress neemt het helemaal over, want het is gewoon paniek. Dit is koud, dit is vervelend, dit doet pijn, het slaat op mijn ademhaling. Ja. Op het moment dat ik daar niet aan toegeef, want ik weet, oké, mijn lijf reageert alsof dit levensbedreigend is. En mijn lijf heeft gelijk, want als ik hier een uur in ga zitten, dan ben ik dood. Maar ik weet, ik kan hier straks gewoon uitstappen. En dan sta ik in een warme ruimte en dan kan ik een warm kopje thee drinken. Dus ja, mijn lijf denkt, dit is een levensbedreigende situatie. Ik weet, joh, dat is niet waar in dit geval, want het is gecontroleerd. Dus het enige wat ik hoef te doen, is rustig te ademen, terwijl ik in dit ijsbad zit. Op het moment dat dat lukt, gebeuren er interessante dingen. 1, is dat ik in ervaren rust in mijn hoofd, in mijn lijf, waar je u tegen zegt. 2, als je er dan uitstapt, dan voel je een warmte. En ook een bepaalde vreugde. En het boort ook creativiteit aan. Dat je wel ziet dat er van binnen een bepaalde kracht is aangezet. Op een manier die heel prettig is. En wat ik fascinerend vind aan dit hele verhaal. Is dat je doet iets met stress. Op een manier die tegenovergesteld is aan wat we normaal doen. Ja, dus je zit hem eigenlijk heel positief in. Maar hij is ook veel kortdurender dan natuurlijk onze chronische stress die we iedere dag hebben. Dus het is echt een soort van stress wat dat lijf begrijpt. Ja. Dus je hebt natuurlijk, op het moment dat er een stressrespons is, neemt je lijf een voorschot op een fysieke inspanning. Want die denkt, oké, we gaan vechten of vluchten. Nou, dat verhaal dat zal wel bekend zijn. Die bloedsuikerspiegel wat omhoog, want we moeten vechten en het moet naar de armen, of we moeten vluchten en het moet naar die bovenbenen. Maar je lijf neemt bij stress een voorschot op fysieke inspanning, die vervolgens niet komt. Want we maken ons druk om een virus, we maken ons druk om het nieuws, we maken ons druk om onze hypotheek, we maken ons druk om een ingewikkelde partner of een zieke ouder. Of we maken ons druk om iets wat gewoon een week kan duren, een maand kan duren, een half jaar kan duren, wat maar blijft. Dus
Ja, de stressrespons gaat aan, maar die fysieke inspanning blijft uit. Die komt niet. Dus dat lijf denkt, joh, wat is hier aan de hand? Mm-hmm. Ja, en dat duurt maar, dat duurt maar. En prem nestelt die stress zich in je lijf met alle negatieve gevolgen van dien. Wat gebeurt er op het moment dat je in het ijsbad stapt? Andersom. Mm. Fysiek, enorme stressrespons. Ja. Ja. Echt een fysieke stressrespons. Ja. Die nogal logisch is, want het is ook aan de hand. Mm-hmm. Dus alles reageert erop. En in plaats van dat je meegaat in die stressrespons die daadwerkelijk fysiek is, doe je het tegenovergestelde namelijk. Je gaat heel rustig ademen. Ja. En dat is zo'n krachtig moment. Ja, en als je er dan uitstapt, is dat echt control-alt-delete. Ook op de stress die daarvoor was, die laat je ook achter. In dat ijsbad. En je hebt dan ook het idee dat dat... Hoe lang houdt dat ongeveer aan? Kijk, dat is natuurlijk verschillend. Maar hoe lang blijf je dan een soort van in die zen-status? Nou, het houdt zeker een dag aan. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Toch nog best wel lang. Niet dat het een uurtje is of zo. Nee, het is echt langer. Dus het is echt wel dat ik merkte toen we voor het eerst hier aan de gang gingen. Toen had ik nog niet een permanent ijsbad op mijn kantoor. Maar toen was het gewoon in de winter. Dat we met run, dip, run. En dat ik wel echt gewoon... Dan 's ochtends deden we dat, gingen we hardlopen, gingen we de gracht in, renden naar huis, dronken een bakje koffie. En dat ik dan 's middags om 5 uur dacht van, wat is mijn humeur eigenlijk goed? Mm. Nog steeds. Dat je gewoon, je hebt van die dagen dat je de hele tijd zit te piekeren en dat je zorgen maakt. En dat een andere dag is eigenlijk precies hetzelfde. En dat je denkt, oh, nou, wat heb ik toch een leuke zomer, is dat toch lekker, is dit toch leuk? Dat je gewoon de hele dag een beetje positieve gedachten hebt. En dat echt wel lang aanhoudt. Ja. Waar ik benieuwd naar ben. Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen? Nou, ik weet dat niet zeker. Mijn ervaring is zelf met wat ik zie. Ja. Met groepen en dingen. Is dat vrouwen het wat beter kunnen dan mannen. Oh. Maar okay. Ja, of dat waar is niet, weet ik niet. Maar het is vaak dat, nou ja. Als we met mannen en vrouwen. Dat mannen erin springen. Die zitten. Helemaal. Oh, dit is heftig. Oh, dit is heftig. Oh. En die komen eruit. Oh. En die denken, oh man, dit was heftig. En die vrouw die springt erin. Oh. Oh ja, dit voelt eigenlijk wel lekker. Ja. En dat, mijn ervaring is dat, nou ja, mannen of wat theatraler zijn, of wat heftig zijn, of het wat heftiger maken. Dat vrouwen sneller in dat water, sneller de rust hebben. Hmm. En denken, oh. Hé, hey, dit kan gewoon. Ja. En hé, ja, dit is rustig. Ja. Maar ja, of dat echt iets fysiologisch is, of dat mijn eigen observatie, dat weet ik niet. Maar het is wel iets wat ik vaak... Grappig. Ja. Hoe is dat dan, denk je, voor het vrouwelijk lichaam? Want daar krijg ik ook wel eens vragen over. Van ja, is het ook goed om als vrouw zijnde je aan zoveel stress bloot te stellen? Wat is jouw idee daarover? Zonder meer. Ik bedoel, vrouwen hebben ook stress, mannen hebben ook stress. Mm-hmm. Dus om fysiek daar iets tegenover te stellen en rustig te blijven. Gewoon juist de stress die we herkennen, die we ook honderden jaren geleden herkennen. Ja. Nee, dat is goud waar. Voor vrouwen, voor mannen. Ik heb echt veel ervaring gehoord van vrouwen in de overgang, bijvoorbeeld. Die er echt baat bij hebben. Mm. Dat het wat rustiger is, dat er wat... Ja. Dingen dus ja, zonder meer dat, dat dit ook voor vrouwen werkt en goed is. En... Hoe vaak zou je het inzetten om echt de positieve gevolgen ervan te merken? Hoe vaak doe je het zelf? Ik doe het zelf, het ijsbad om de dag. Goed, er staat hier ook één, dus als het dan... Staat er hier één? Ja. En, maar goed, koud douchen is natuurlijk een variant. En ja, dat is prima om iedere dag te doen. Hmm. Dus... En wat is koud douchen dan in deze? Is het niet meer of minder dan gewoon warm douchen, zoals je altijd warm doucht. En dan aan het eind van de warme douche zet je de warme kraan uit. Mm-hmm. En dan schrik je lijf. Ja. En dan in plaats van daarmee te gaan, gewoon rustig ademen. En hoe lang je dan in zo'n ijsbad moet en hoe lang je dan onder zo'n koude douche moet. Of hoe lang je nu in de gracht gaat of in de meertjes. Eigenlijk is de tijd niet zo belangrijk. Mm-hmm. Het enige wat belangrijk is,
is dat je rustig ademt. Ja. Dus het heeft meer zin om een halve minuut in het koude water te zitten en heel rustig te ademen, dan om 3 minuten hyperventilerend om wilskracht erin te blijven zitten. Dus die rust vinden in die kou, dat is meteen het moment dat het effect er ook is. Ja. Nou, en dit maakt het natuurlijk ook gewoon heel praktisch en heel haalbaar. Want als jij gewoon eerst warm doucht en je zit daarna de warme kraan uit, kan iedereen wel doen. Daar kan ik morgen ook wel mee beginnen. Misschien vanavond. Vastgelegd, hè? Ja, ik heb het een tijdje gedaan. Maar in de zomer heb ik het gedaan. Maar ik vind het nu toch echt wel heftig. Maar het is wel goed om te realiseren dat mijn ervaring is dat ik vraag het met regelmaat, joh, wat vind je vervelender? Een koude douche of een dip in de gracht of de Nieuwe Meer, is dat ongeveer 50-50 is. Dus het natuurwater nu buiten is kouder dan de koude douche. Mm-hmm. En toch zegt de helft, ik vind dat natuurwater makkelijker. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want je stelt je daarop in of zo. Dat is gewoon eventjes ook dat moment. En anders, het contrast is natuurlijk ook groot tussen een warme douche en vervolgens die koude douche. En ja, zeker 's ochtends als het koud is buiten. Nee. Dus ik zou zeggen, op het moment dat je heel veel weerstand voelt tegen die koude douche en dat blijft een lijdensweg waar je eigenlijk alleen maar tegenop ziet, dan is de kans groot dat je het lekkerder vindt om gewoon in natuurwater te gaan. En ook daarin weer, als je het samen doet, wordt het veel makkelijker dan zoiets in je pieren uppie. En dat is ook de reden dat we op sportrusten.nl een plonskaart hebben gemaakt. Oh. Waarin gewoon mensen zich aanmelden. Die zeggen, joh, ik ga daar het water in. Oh, zijn er mensen in Groningen die dit doen? Ongetwijfeld. Okay, er zijn meer dan 600 plekken ingevuld. Dus ja, overal in Nederland. En het is zo simpel als wat. Dat je gewoon maar weet van, joh, op welke stijger, bij welk strandje, op welk plekje. Verzamelen jullie op welke tijd. Oh, en dan samen het water in. En doe het met de clubpie. En het wordt ineens overzichtelijk. En je doet het gewoon. En doe het in je pieren uppie en de kans is groot dat je het net zo lang uitstelt tot het 21 juni is. En dan denk ik, nou, nu ga ik het doen. Nee, maar dat ga ik zeker even opzoeken. Dat is een goeie, om dat samen te gaan doen. En dan misschien ook gewoon die koude douche. Wat is de vierde? De vierde gewoonte waarvan je zegt, oké. Ja, dus naast dat mediteren, naast die ademhalingsoefeningen, naast ijsbad, is zeker periodiek vasten. Ja. Een gewoonte die ik me heb aangeleerd, die me veel oplevert. En die me nu, nou ja, wat zo'n tweede natuur is geworden, dat het vanzelf gaat. Dat het zeker geen opgave meer is, in mijn geval, om het ontbijt over te slaan. Dus ik eet grofweg tussen 12 en 8. Mm-hmm. 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds. En daarnaast dus 16 uur. Niet. Ja. En dat is dan dus het periodiek vasten. Doe je ook langere vast, van 24 uur of langer? Ja, dus soms. Ik denk één keer per maand dat ik zo'n 24 uur vasten doe. Vind je dat lastig? Nee, niet meer. Okay. Zijn dat ook de momenten dat je koppel je dingen aan elkaar? Dus doe je ook bijvoorbeeld juist tijdens zo'n vast dat je wel in het ijsbad gaat of ga je er dan liever niet in? Jawel, dus ik doe dat, Een ijsbad, dat doe ik eigenlijk gewoon een beetje hoe het uitkomt. Dat let ik niet echt op met die periode. Wat ik wel vaak mik is om dan aan het eind van die vaste die heftige ademhalingsoefening van Wim Hof te doen. Want je merkt wel dat de verdiepingsslag geeft op het moment dat je dat echt nuchter doet. En na zo'n vaste periode toch je zintuiglijke waarneming wat scherper is. Wat meer aanstaat dat je ook merkt dat zo'n oefening wat intenser en prettiger voelt. Ja. Ja, dus dat je de gewoontes natuurlijk ook zeker met elkaar kan combineren. En ik denk ook, of wat ik vaak meegeef, van weet je, heb ook niet het idee van, ik moet nu alles in één keer gaan doen. Dat je dit gehoord hebt en denkt, oké, ik moet nu deze 4 gewoontes meteen gaan implementeren. Je mag ook prima gewoon klein beginnen en van daaruit stappen zetten. Want hoe lang heeft jou dit ongeveer gekost, hoeveel jaar om hier te komen met deze gewoontes? Nou, ik denk dat dan al met al 15 jaar was. Ja, oké, dus we hebben de tijd. Ik met mijn douche, ik heb de tijd. En met mijn meditatie. Ja, nee, dus dat hoeft allemaal niet snel, doe het rustig aan. Maar kom wel in beweging. Dat zeg ik ook vaak, weet je, zorg dat je in beweging komt. Want dan komt van daaruit ook weer de volgende stap. Dankjewel, tot de volgende keer. Graag gedaan. Ben je klaar om in actie te komen?
top. Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.